Ja, dat was Katapult. Een tijdje geleden al, hè? Jaren 70, nou. Ja, maar goed, we blijven niet stilzitten. Alle gasten aan tafel zitten meneer. En die zingt. Zo'n melody. Ja, goedemiddag. Goeie reis gehad? Ja, een hele goede reis. Ja, mooi zo. Uit welke stad kom je, zei je? Ik kom uit Zoeterwoude eigenlijk. Nou, vlakbij Leiden is dat. Leiden, sleutelstad, hè? Sleutelstad, ja, heel goed. Die opent alle deuren, hè? Toch? Wel soms niet hoor, niet altijd. Wat is nou het mooiste in de stad Leiden? Wat is het mooiste in de stad Leiden? Het uitgaan. Het uitgaan? Ja, zeker zaterdag. En waarom dan? Het is gezellig. Ja? Ja, het is gezellig. Er zijn veel Nederlandse cafés. Wij zijn ook echt van het Nederlands lied in Leiden, vind ik zelf. En er is ruimte voor iedereen. Ja? Ja hoor. Ah, dat is prachtig. Ja. En zeker op 2 en 3 oktober. Wat is het dan? Wat is het dat is Leids Onzet. Ja. Leids Onzet. Ja. En de Hutspot. Ja, en de Hutspot. De Hutspot. Heel goed. Heel goed. Ja. Prima. Haringen Hutspot. Ja. Wat heeft Leiden dan met Hutspot? Dat heeft te maken met de Spanjaarden. De Spanjaarden hebben dat geloof ik op een of andere manier in Leiden gebracht bij het Onzet. En die hebben dat allemaal geregeld in die jaren. Weet ik ook niet allemaal precies hoe dat ging. Maar we hebben wat met Hutspot, ja, dat klopt. En er is ook een dag dat we dat eten. Uh-huh. Ja. En niet 500 mensen, niet 1000 mensen, niet 2000 mensen, maar 10 of 12.000 mensen eten dan Hutspot. Uh-huh. En heel Leiden die thuis blijven. Met haring? Nee, haring is de dag na die tijd. Oké. Okay. En dat is, hoe heet dat, die avond eet bijna heel Leiden Hutspot, dat is traditie. Ja. Traditie. En of die mensen nou komen met waar wij het eten of die maken het thuis, dat maakt niet uit. Iedereen eet op dat moment Hutspot. Dat was best lekker. Ja, dat is ook een stukje lekker, niks verkeerds mee. Ja, nou, natuurlijk. Ja. Ja, met klapstukken. Educatieve lering, hè, zo in het programma. Ja, zo is dat, ja. Goed, zo. De muziek, die trekt jou al sinds welk jaar? Wanneer ben je er ingerold in die muziek? De muziek is eigenlijk al 33 jaar. Ja? Ja. En hoe is dat allemaal begonnen dan? Dat is begonnen in een café in Groningen. En ik heb gewoond in Groningen vroeger als kind. Ik ben er ook geboren, dus ik ben niet echt een Zoeterwoudenaar. Maar daar werkte ik al in een café en het zingen dat trok mij toen al aan. Ik ben ook jaren zonder plaatjes elk weekend geboekt. Dat is heel raar. Ja, dat was heel raar. Maar ik had eigenlijk helemaal niet zo'n plaatje nodig. Nee. En tot vorig jaar eigenlijk. Ja, ik ben ook een heel poos ziek geweest. Dat mag ik er wel even bij zeggen. Ja, ik ben mag dat dan. 4, 5 jaar uit de running geweest. Ernstig? Ja, was niet goed. Nee. Laten we het daar maar niet over wijden. Het gaat nu heel goed. Dus toch niet een vervelende gedoe? Nee, het is weggehaald. Dus als het goed is, ik ben nog steeds onder behandeling en zo. Maar het gaat hartstikke goed. Dus wat dat gaat, dat is, daar zijn 5 jaar van verloren gegaan. Dat heb ik heel erg gemist, de muziek. Maar het kon gewoon niet op dat moment. En nu hebben we de draad weer opgepakt sinds eigenlijk vorig jaar. Eigenlijk is het al anderhalf jaar. Koos is nu 1 jaar en 4 maanden dood, denk ik. Even denken, 3 maanden. Ja. En Koos, wij hebben op 2 en 3 oktober dus in Leiden altijd ons Onzet. En ik trad weer op en ik heb ook daar gezongen. En ook elders in Leiden. Dan gaan we van café naar café eigenlijk. En ik had gezongen en ik had mijn collega's, tenminste alle B-artiesten, zo noem ik ze even. Regionale artiesten die hebben dus gezongen ook op de podium. Ik heb ze gevolgd en wat mij verbaasde en schetste was dat niemand gelijk na de dood van Koos Albers iets deed, een soort ode of wat. Niemand deed iets. En toen dacht ik, de dag na die tijd, je hebt 2 dagen, heb je feest. De tweede dag, ik denk, ik ga het omswitsen en ik ga een ode doen aan Koos Albers. Mensen waren helemaal vers nog dat hij net overleden was. Dus, en ik kreeg daar zoveel complimenten over dat ik dacht, hier moet ik iets mee gaan doen. Mm-hmm. En Dave van Wel heb ik benaderd. Ik had de man wel eens goed gezien, maar niet in de studio zoals wij plaat opnemen. En ik ben daarmee gaan praten en die vond dat een heel goed idee. West Vermont, ik weet niet waar de cd'tjes zijn, de West Vermont, die had ook zin om samen een duo te vormen, een gelegenheidsduo, om dat plaatje op te nemen. Ja. En dat hebben wij toen gedaan. Ja.
En dat is in de regio Amsterdam, Leiden heel goed ontvangen. Want zelfs de vrouw van Koos Albers heeft gereageerd dat het heel leuk was wat wij deden. De neef van Nee, de vrouw van Koos, van Joke. En de dochter, Christa heet zij. Ja, Christa, hebben mij een mailtje gestuurd dat ze het heel leuk vonden dat ik aandacht aan Koos stond. Want ze waren nog in een hele diepe rouw, maar ze vonden het heel fijn dat Koos toch niet in de vergeten hoek werd geplaatst. En zo is dat singeltje dus ontstaan. Ja. We zijn de studio bij Dave Wel binnengegaan. In Nijmegen, ja, heel goed, ja. Dat weet je goed. Ja, maar goed, je maakt 45 jaar uit, dus je weet wel ongeveer waar de mensen vandaan komen. Nou, ja, nou, Dave van Wel is, is met mij om de tafel gestaan. We hebben een plan gemaakt en we zijn aan het werk gegaan met dat singeltje. Dat heeft 3 of 4 maanden geduurd voordat dat singeltje helemaal zoals wij het hebben wouden. Want er is een aangepaste tekst. Het is een bestaand nummer van Koos, maar het is helemaal aangepast. Het is dat wij hem missen en dat de muziek nooit vergeten zou. En nou ja, goed, als we hem zo draaien, zullen jullie weten wat het is. En dat is heel goed ontvangen. En toen krijg ik echt smaak naar meer, zou ik zeggen. Dus Dave van Wel heeft mij horen zingen en ook live heeft horen zingen. En zegt, met jou wil ik wel wat gaan doen. En het tweede singeltje is nu uit. Die tijd, waarom? Want je zei, die Koos Albers een plaat gemaakt met Wesley Bronkhorst. Nee, met Wesley van Mond. Waarom was er niemand in Nederlands artiest dat? Want Koos Albers is toch een icoon in zijn leven. In mijn ogen wel. Hè? Net zo groot als meneer Hazes, toch? Ja, in mijn ogen wel. In zijn genre. Ja. Dat er geen enkele van Hazes, daar kun je geen plaat, geen winkel opentrekken. Of er staat wel iemand die toch wel een lookalike of een koffer van Hazes doet. En van Koos, er komt niemand op om dan iets te doen van Koos. Ik weet niet, behalve dan zijn neef. Pierre van Dam. Ja, dat is ook een hele fijn. Die leeft ook in het leven van de Koos. Ja, vind ik ook. Ja. Maar ik weet niet hoe dat komt. Koos is toch, het is bij mij een icoon, maar veel mensen hebben toch meer met André Hazes, denk ik. En ik moet eerlijk zeggen, het ongeluk van Koos, dat niemand wenst natuurlijk, hij heeft wel heel veel impact gehad op zijn verdere carrière. Niet dat hij vergeten is, want Moesluis heeft daarna nog een paar hitjes gehad ook nog hoor. Dus dat is het helemaal niet. Maar daarvoor was het natuurlijk anders. De mensen die zagen iemand en nu komt daar iemand. Ja, iemand in een rolstoel. En Moesluis, hoe erg het is. Ik ben blij dat iemand tot aan zijn dood dit heeft gedaan. Ik ook. Ik ben er heel eerlijk in. En ik hele fijne man. Ik heb hem ook ontmoet vroeger al. En een hele fijne, zachte, lieve man is dat. En niet het kaas met brood eten, maar gewoon in volksmond was een heerlijke man om mee te werken. Echt Amsterdamse humor had hij. En echt Amsterdamse humor. Ja, ik heb hem ook een keertje mogen ontmoeten. En wij gaan ook 1 keer in het jaar naar Tormelinos toe. En daar kwam ik hem altijd tegen. In die tijd was hij altijd in Tormelinos. Dus hij heeft daar ook een huisje. En had daar een huisje. Ik weet niet of je ook het huisje nog heeft, maar ik denk het wel. Maar in ieder geval, we kwamen hem tegen, want daar had hij alle middelen om ook naar buiten te gaan. Dus ik bedoel, iedereen zag hem en hij trad dan wel niet op, maar hij was er wel. Dus en hij dronk ook gewoon een biertje zoals andere mensen dat ook doen hoor. Ja. Dat is het probleem niet. Maar goed, helaas is die meneer er niet meer. En ik vind het jammer dat hij niet in ere wordt gehouden. Dat vind ik wel jammer, je merkt niet zoveel meer van Koos, vind ik. André is iedereen heeft wel een aftrek van André Hazes opgenomen in deze tijd. Dat is ongelooflijk. Nu heb je weer Mart Hoogkamer, die heeft ook weer eentje van André Hazes. Wie had er nou nog eentje van de week? Dat hoorde ik ook weer, dat dacht ik bij mezelf. Weer André Hazes. Iedereen covert André Hazes maken. Mm-hmm. Ja. En Koos niet. Ja, je kunt zeggen, je kunt geen deur open doen of... Ja, er wordt wel iets van André Hazes gedaan. Inderdaad. Ja. Ik doe ook veel van André Hazes, maar ik heb ook Koos Albers. Ik wil zo direct even terug op. Je bent dus gaan zingen met Wesley om dus Koos een heel klein beetje te eren. Ja, dat was eigenlijk het opzet. Dat was eigenlijk, daar deed het eigenlijk voor. En dat is goed gelukt. En dat is goed gelukt, heel goed gelukt,
Naar Nijmegen toe, naar Dave van Wel. En Dave van Wel. En die plaat is gemaakt, nu ongeveer een jaar geleden. Dat is vorig jaar april. Huh? Dat, ja, geloof ik begin april dat het uitkwam. Huh. En dat heeft heel goed gedaan. Bij ons in de regio heeft dat heel goed gedraaid. Maar de plaat is landelijk toch wel goed geaccepteerd. Denk het wel, ja. Denk het wel. Ik weet niet hoe het hier is. Uh-huh. Kijk, maar ik heb een plugger en dat was toen Willem van de Bie. Willem de Bie. Ja, ja. Maar die had. Maar ik heb dus nu een nieuwe even in. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel tevreden mee. Ja, maar goed. Verandering van spijs het wel zo. Ja, eten, hè? Ja. Toch? Ja. John. Ja, jongen. Ik heb één nummer klaarstaan voor Koos Alberts. Ja. Gaan we die vooraf doen? Ik verscheurde je de foto. Nee, je moet mijn singeltje draaien. Ja. Even kijken, wat doen we? Is Koos of... We gaan zo'n medley doen met John Melody. Dat is goed, en daarna Koos. Ja, is goed. Vind ik prima. Okay. Helemaal goed. Als de luisteraars het ook leuk vinden, ja, doen we dat. Gaan we doen. John Medley.